Ja, Paul Gladon, terug op het oude nest. Ja, voor een jaartje gehuurd van de Wolves. Hoe is dat tot stand gekomen, Paul? Ja, zeker. Ja, ik heb natuurlijk voor ik naar Wolverhampton ging, heb ik natuurlijk bij Heracles gespeeld. En ja, had ik eigenlijk heel goed gevoel. En ja, na een jaartje waarin het sportief toch wat minder was, zagen we het allebei wel zitten om terug te keren. De staf en ik zelf ook. Dus zodoende is het eigenlijk tot stand gekomen. Ja, is dat een grote teleurstelling voor je geweest dat het niet gelukt is tot nu toe in Engeland? Grote teleurstelling niet. Het had natuurlijk mooi geweest als het allemaal goed was gegaan. Alleen ik ben gehaald door een Italiaanse trainer, Walter Senga. Ja. Na anderhalve maand werd hij ontslagen en ja, toen kwam er een nieuwe trainer. En was voor mij eigenlijk ook was een hele moeilijke situatie. Hij zag het niet in mij zitten en dat was gewoon uiteindelijk een moeilijk seizoen. Ja, en dan wil je weer gaan voetballen dit jaar. Is Heracles dan de enige optie geweest of voor jou gewoon de optie die jou het beste uitkwam? Ja, er waren nog wel wat andere clubs die ook wel interesse hadden, nog niet concreet. Alleen uiteindelijk wou Heracles mij heel graag hebben en ik wou zelf ook heel graag terug. En daardoor heb ik eigenlijk ook niet gewacht op andere clubs en zijn we eigenlijk al heel vroeg eruit gekomen. Ja, en het komt nu eigenlijk allemaal goed uit, want Samuel Armenteros vertrekt naar de Serie A. Zag je die ook al aankomen of niet? Ja, je weet natuurlijk dat Samuel een fantastisch seizoen heeft gedraaid met, geloof 20 doelpunten. Ja. Dus dan weet je dat de kans groot is dat hij gaat vertrekken. Duurde wel nog een beetje lang, vond ik. Alleen, uiteindelijk is die vertrokken. Een hele mooie stap voor hem. Ja, absoluut. We zien nou bijvoorbeeld een Siem de Jong, die keert terug in de Eredivisie. Die tekent weer een contract bij Ajax. Niet van geworden waar hij op hoopte bij Newcastle. Zou dat bij jou ook zomaar kunnen? Dat je denkt, nou, ik vind het eigenlijk wel relaxed bij Heracles. Ik blijf hier gewoon wat langer. Of wil je echt slagen bij de Wolves? Uiteindelijk wil je wel natuurlijk kijken waar je plafond ligt. En bij Wolverhampton is het niet geworden wat ik gehoopt had. Alleen, ik ben natuurlijk dit seizoen ook verhuurd. Dus ik moet volgend seizoen ook nog maar kijken hoe het allemaal gaat lopen. Ja. Dus ik kan daar nu eigenlijk ook nog niet echt veel over zeggen, zeg maar, hoe of wat voor volgend seizoen. Nee, en op zo'n dag als vandaag, ja, wij vinden het allemaal hartstikke leuk, hartstikke spannend. Hè, deadline day. Hoe is dat bij jou en bij jullie in de spelersgroep? Leeft dat dan ook? We hebben het er wel natuurlijk over. We lezen berichten op internet. En dan gaat het meer eigenlijk over de grote spelers, zeg maar, van grote clubs. Alleen, het is niet dat ik daar heel de tijd mee bezig ben. Voor mij was het natuurlijk al een tijdje rond. Dus ja, ik focus me gewoon op het voetbal van Heracles. En voor de rest ben ik er niet heel erg mee bezig. Ik denk dat het meer is voor de jongens die weg willen of wat dan ook. Ja, zeker. Tot slot, je bent lekker begonnen bij Heracles. Je bent op zoek naar je plafond. Heb je voor jezelf dit jaar doelen gesteld? Hoeveel goals erin moeten? Nee, eigenlijk niet echt. Dat doe ik nooit. Echt niet? Uiteindelijk, eigenlijk niet echt. Misschien een beetje voor mezelf. Ja, kijk, nu komen we er, Paul. Nu komen we er. Ja, maar daar laat ik me niet over uit. Dat doe ik nooit. Alleen, ik probeer zoveel mogelijk te maken. Ik heb er nu 2 gemaakt uit 3 wedstrijden, dus dat is een lekker begin. Dus, als je dat vol kan houden, dan... Ja, daar teken ik voor. Zeker, ja. Nou, als je op 3 wedstrijden 2 doelpunten maakt, dan kom je op een heel hoog aantal uit, denk ik. Dus. Zo is het. Maar we gaan zien hoeveel het er gaan worden dit seizoen. Ik ga mijn best doen en dan gaan we kijken waar de teller op eindigt. Ja, wij vinden het stiekem wel gewoon weer leuk, hoor, dat je terug bent in de Eredivisie, Paul. Dus op naar een mooi seizoen met Heracles. En we spreken Zeker elkaar weten. Snel, jongen. Is goed, man. Spreek je snel.